Ik ben nu op Utrecht Centraal. Eens even kijken of ik Romy kan vinden. Ik heb geen idee waar ze is namelijk. Dit is gewoon, dit kan niet. Je bent gewoon... Oh, ik moet jij hem vasthouden. Jezus. Mijn hoofd is hier gewoon... Hi. Je nee. Weet dat ik dit sowieso ga gebruiken. Oh, je filmt al? Ja. Hey Romy, wat gaan we nu doen? Een park zoeken. Wat gaan we in een park doen? Nee, grap. Oh nee, dat ga je niet gebruiken. Ik ben in één keer heel donker. Kijk bij jou. Ja, ik ben gewoon een kleine zeemermin. Diep in de zee. Ga naar de zee. Al die sardientjes zijn ook mijn vriendjes. Diep in de zee. Zee. Romy, waar lopen we? Bij de lampenkap. Lamp, nu moet je kappen. De lampenkap. Romy. Ja. Je zit in de live show. Yes! 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 Ah! Heb je het podium al gezien? Ja. En? Heel vet. Hij is gruwelijk, hè? Heel vet. Hij is echt heel cool. Oh, en ook die golden circle eromheen. Allemaal fans. Ja, dit wordt echt heel vet. Dit wordt echt heel vet. Ik heb er zoveel zin in. Oh, daar ben ik overheen lopen. Oké. Okay. Wat heb je nou eigenlijk geleerd van... Van het programma? Ja. Dans heel erg. Sorry dat die stilte erin valt. Ik viel bijna. Ja, dans? Het oppikken denk ik ook. Gewoon het snellere... Het sneller oppikken van dingen. Ja. Het ding er brandt al lang, hè? Je moet harder. Nee man, ik wil het allemaal. Nee, ga. Nog een keer. Oh, yes. Ah, maar het is wel mooi, hè? Ja. Hey. Je zou me de hele dag gewoon zo geëind worden. Het zou best wel chill zijn. Laten we even simpel beginnen. Wat is je favoriete eten? Lasagne. Lasagne? Ja. Oké, en waar kan iemand jou voor wakker maken? Frikandel speciaal. Waar heb je echt een hekel aan? Liegen. Wie is het leukste meisje uit de groep? Ah, iedereen is leuk. Je moet er één noemen. Eentje. Som, denk ik. Som? Ja. Echt waar? Ja. Leukste jurylid? Pip. Pip? Ja. Christy vraagt, welk nummer zou je met de girlband graag eens willen zingen? Hoe heet dat liedje nou? I Ain't Your Mama. Van... Ken je dat niet? Ken je dat liedje niet? Nee. I gotta get you all day, I ain't your mama. I ain't doing your laundry, I ain't your mama. Oh, 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 I ain't your mama, no. Oh. Van wie is dat? Van Veronica. Naomi vraagt, waarom ben je ooit begonnen met zingen? Ik ben ooit begonnen met zingen. Nou kijk, het was best wel raar eigenlijk. Want mijn vader die vroeg aan mij. Romy, je moet wel nu iets kiezen in de vereniging of zo. Hij dacht echt aan tennis en zo. Of hockey of zo. En toen kwam ik opeens aan. Ik was 9 of 10. Toen kwam ik aan zo. Pap, ik wil op zangles. En papa keek me echt aan van. Oh echt? Like, why? Dat is geen tennis. Dat is mijn dodo. Welk liedje vond je het leukst om te doen? Survivor. No. En welk nummer vond je het minst om te doen? No. No? No. No vond mij een trainer. Toen dacht je echt no. Toen dacht ik echt no. No way. No. No. Dit is echt al de tweede keer dat die dude is langsgekomen. Wat zou je liever zijn? Een aap zonder armen of een panda zonder vacht? Wat een vraag. Ik denk een panda zonder vacht, want een aap zonder armen heb je niks aan. Dan kan je niet klimmen, je kan niks doen. Zijn jullie in stijl? Nee! Oh, je hoeft niet zo agressief te zeggen. Je kan het ook netjes zeggen. Nee. Nou, nu is het niet geloofwaardig meer.
Wij mogen elkaar niet eens. Nee. Nee. Maar wat denken jullie dat we hier voor ons lol zitten? Maar erg, we krijgen betaald. Wie is je voorbeeld? Jessie J. Ja? Ja. Kijk, zij is zo iemand die zegt van... Ik ben gewoon lelijk als ik zing. Je mag gewoon lelijk zijn als je zingt. Kijk, je hoeft niet mooi te zijn als je zingt. Mm. Als je gewoon make-uploos gaat zingen, bij wijze van... Ja. Niet dat ze dat doet, maar... Nee, maar... Dan ben je nog steeds dope. Je hoeft niet allemaal tierenlantijntjes om je heen te hebben om goed te zijn. Dat vind ik mooi aan haar. Wat vind je het leukste? Dansen of zingen? Zingen. Wat zou je echt nooit eten? Insecten. Nee. Oh, wauw, dat meteen is waar je heen gaat. Dat had ik echt niet verwacht. Naakslakken. Naakslakken. Oh. Met welk tv-programma? Ja. Wauw. Met welk tv-show zou je mee willen doen als de Next Boy Girl Band niet bestond? Boer zoekt vrouw. Ja, er staat helemaal niet talent in jou. Ik zou sowieso meedoen aan Wie is de Mol. Als ik mocht. Als het mocht, zou ik echt graag meedoen aan Wie is de Mol. Dat vind ik echt iets voor jou. Ja. Zou je voor 100 euro je haarvloer groen verven? Ja. Ja? Ja. Nou, ik ook waarschijnlijk. Ben je eigenlijk Adele-fan? Waarom heb je Adele gekozen voor jouw auditie? Ik wilde gewoon een nummer doen waarvan iedereen denkt van, nou, die gaat niemand nailen. Dames en heren, nooit eerder vertoonde beelden. Na haar waanzinnige auditie bij de Next Boy Girl Band, hier, live in het park in Utrecht. Romy met haar versie van Adele's Hello. Hello from the other side. At least I can say that I've tried. To tell you I'm sorry for breaking your heart anymore. Dat was de vlog van deze week. Aankomende donderdag is er gewoon weer een nieuwe. Dit was het dan voor vandaag. De vlog met Romy onder vier ogen. Het was heel spannend en heel gezellig in Utrecht. Ja. En vergeet niet donderdag gewoon te kijken. En vergeet niet dat je vrijdag ook moet kijken. SBS 6. Ja, en een duimpje omhoog. 8:30. De Next Boy Girl Band en doe een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op dit kanaal. En deel dit filmpje met iedereen. Delen! Delen. En hey. We houden van jullie. En we zien jullie gewoon bij de lives. Yay! Bye! Dus heb je hoogste noot? No!